Lieve mensen, welkom. Welkom bij deze liturgische groet voor de eerste zondag na Trinitatis. Ook vandaag mogen we het licht van Christus dat schijnt in ons midden aan elkaar doorgeven. Laten we stil worden voor gebed. Uw liefdevolle ogen, God, zien feilloos wat wij nodig hebben. Daarom vragen we u in vol vertrouwen, breek af in ons wat u in de weg staat en rust ons toe. Met al wat ons helpt te doen waartoe we als mensen geroepen zijn. God die ons voor is geweest met de macht van de liefde, met het woord van de goedheid. We komen niet naar u toe met een gaaf geloof en met veelbelovende woorden, maar beroepen ons op uw belofte en vragen u in vertrouwen. Wil ons aanvaarden en neem ons in dienst. Amen. Uit het boek Deuteronomium, het hoofdstuk 5, vanaf vers 12. Daar staat: Neem de sabbat in acht, zoals de Heer, uw God, u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, maar ook voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft u opgedragen de sabbat te houden. Op deze eerste zondag na Trinitatis klinkt vanuit het Evangelie naar Marcus, vanuit hoofdstuk 2. Vanaf vers 23 het volgende. En we lezen tot hoofdstuk 3, vers 6. Woorden in de Torah, in de Deuteronomium, dat er verordeneerd wordt om de Sabbat te houden, rust te nemen. Deze tekst gaat zo. Eens liep hij, dat is Jezus, op een Sabbat tussen de korenvelden door. En zijn leerlingen gingen de velden in en begon een aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem, waarom, waarom doen ze iets dat op Sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed, toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hogepriester. En hij at van de toonbroden, waarvan alleen de hoge priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe: de Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook hier en meester over de Sabbat. Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Jezus zei tegen de man met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan. Aan de anderen vroeg hij: Wat mag men op Sabbat doen? Goed. Of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar zij zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond: steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Fariseeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. Tot zover de lezing. Gemeente van Christus. U ziet het, we zijn uitgeweken. We zijn uitgeweken voor het, uh, het geluid dat uh, verbreid wordt door de werklieden die nu stevig aan het werk zijn om ons jeugdlokaal weer helemaal bij de tijd te brengen. En dat gaat het flink geweld gepaard. We leven mee met Klaas Jonko. Um, ja, u beluistert en bekijkt dit op zondagochtend, maar het is nog maar donderdagochtend terwijl we dit opnemen. Vandaar dat er uh, zoveel uh, werkgeluid is. Brengt ons gelijk bij uh, ons onderwerp, de sabbat. Op de sabbat wordt er niet gewerkt, ook de werklieden op ons kerkplein niet. Dat hebben ze eigenlijk uh, te danken aan uh, een oude regel die in de Bijbel staat opgetekend. De sabbat vindt zijn oorsprong in het boek Genesis. God werkt zes dagen en de zevende dag heeft hij rust. Er is een sterke echo en het boek Deuteronomium refereert daaraan. Die verwijst naar uh, de sabbat, de rust die de mensen konden nemen. toen ze bevrijd waren uit de slavernij. Weg uit Egypte, weg uit het land van de onderdrukking. Ze werden baas over hun eigen tijd en konden daarmee de instellingen van God eerbiedigen. De zevende dag is een rustdag. Niet de farao maakt uit wanneer er gewerkt wordt, en dat is te allen tijde. Nee, de zevende dag is voor de rust. En de rust is voor herstel. Het woord Sabbat heeft ook het Hebreeuwse woordje Sava in zich, dat betekent rusten. Dus tot rust komen. En rust is nodig, ook nu nog, ook voor de moderne mens, omdat je dan kunt herstellen. Weten van slaap, slapen, dat het eigenlijk werken is aan herstel. En herstel is nodig om weer in cadans te komen, om de dingen goed en zuiver te zien en niet overvallen te worden door vermoeidheid. In Het evangelie naar Marcus is een discussie gaande tussen Jezus en een groep fariseeën. Het is een strenge groep fariseeën. We moeten niet alle fariseeën over een kamp scheren. Er waren ook groepen die het uh, zeer met Jezus eens waren. en geïnteresseerd waren in zijn boodschap. Maar deze fariseeën vinden dat de sabbat radicaal geheiligd moet worden. En ze struikelen over het gegeven dat de leerlingen van Jezus. op sabbat het veld intrekken. en daar aren plukken. Zij beschouwen dat als een bezigheid, als, als werk. Jezus vraagt zich af waar de sabbat voor dient. En dat is eigenlijk ook een belangrijke vraag dan wat mag je op de sabbat wel of niet doen. Waar dient de sabbat voor? Kun je rusten? Kun je weer op adem komen? Kun je geïnteresseerd zijn in het hervinden van je eigen cadans? Als daar mensen uit jouw naaste omgeving niet aan deel kunnen nemen daarvan verstoken zijn, achterblijven, kan dat. Het is een oud beeld, de, de, de aren van het veld plukken, ze rapen. Tuurlijk, ze werden gebruikt om, om brood te maken. Dus hier wordt het leven gediend. Het is mooi dat vanuit het veld naar de synagoge wordt getrokken... waar Jezus nog eens zijn punt kan maken als het gaat... Waarom vieren we de sabbat? Waarom is die er? Een Melaatse man bevindt zich in de synagoge. Hij heeft een verschrompelde hand. Je kunt je afvragen: had het ook een oor kunnen zijn of een, of een, of een oog uh, waar hij een blessure aan heeft, uh, kan er ook een ander lichaamsdeel een rol spelen waarom hij dysfunctioneel is, waarom hij niet mee kan doen met de mensen? Maar nee, het gaat echt om een hand. Ik denk dat dat geen toeval is. Jezus vraagt, steek je hand uit. En eigenlijk is dat wat Jezus doet, zijn hand uitsteken. Hij steekt de hand uit naar deze mens met de verschrompelde hand. Steek je hand uit. Een uitgestoken hand. is eigenlijk het symbool geworden van hulp. Onze eigen diaconie heeft ook een vijet met een, een uitgestoken hand, een gevende hand. Wat Jezus doet. is deze mens een herstel aanbieden, zodat deze mee kan in de sabbat. Zodat deze niet. Dag in dag uit moet belen met zijn andere hand. Eigenlijk altijd aan het werk moet zijn. Dag in dag uit met zijn eigen gebrek en tekort wordt geconfronteerd. Jezus steekt zijn hand uit. opdat deze mens met de versrompelde hand zijn hand uitsteken kan. Uiteindelijk moet iedere sabbat in het teken staan van herstel en mag dit niet vergeten worden. Daarom zullen we ook anderen moeten verleiden hier de ogen voor te openen. Niet altijd doortollen, niet altijd door te razen, maar stand en stil te houden bij het leven zelf. Tijd om te denken en te overdenken. Om te herbronnen. Om terug te keren bij je vertrekpunt. Waarom gingen wij eigenlijk op pad? De eerste woorden van die tekst luiden ook, zij gingen de weg. Zij gingen de weg door het veld. Maar zij gaan de weg ook door het leven, het leven zelf. Daarbij kan het niet zijn dat anderen achterblijven. We weten dat het leven een stroom van hindernissen is die niet snel te effen is, uit te bannen. En dat het niet eenvoudig is om iedereen die achterblijft mee te krijgen, mee te laten doen. Maar wie door het evangelie is aangeraakt, kan dit verlangen eigenlijk niet opgeven. Steek je hand uit. Amen. Laten wij bidden. Heer onze God. Geef ons uitzicht op rust. Op dat wij kunnen herstellen. Van wat ons overkomt. Van wat ons bezighoudt. Van wat ons zorgen baart. Strek je hand uit, heeft hij tegen ons gezegd. Uw woord biedt ons genezing, opdat we de wereld kunnen betreden als verkwikte mensen. Geef dat we het verlangen naar een goede aarde, bewerkt door alle mensen, ongeacht geslacht, ras of seksuele voorkeur. Niet wordt opgegeven. Niet wordt opgegeven door ons. Die door uw woord zijn aangeraakt. Wij bidden voor de mensen die dubbel getroffen zijn in deze coronacrisis. Mensen die met ziekte en dood in aanraking zijn gekomen. Mensen die rouw dragen... Over mensen die zij missen. En we bidden voor hen die door de crisis hun baan en hun perspectief zijn kwijtgeraakt. Wij bidden voor de jonge mensen die moeite hebben met de lockdown en de onzekere tijd die nog voor ons ligt. Geef ons volharding. Dat wij steeds weer kracht vinden. In de bemoedigende woorden. Die uw zoon. Tot zijn leerlingen. En daarmee ook ons spreekt. Zij gingen de weg. Door de velden heen. Plukten en raapten de aren. Goede leven zelf, geschikt om brood te bereiden. Zij gingen de weg, een weg ten leven. Geef dat we dat voor ogen hebben, wanneer wij spreken over Sabbat. Rust en herbronning, om daarna met kracht het leven en de toekomst te begroeten. Zij gingen de weg en ook wij willen die weg gaan. Het weg ten leven, dat we weer in kracht komen, vanuit hoop leven. De Heer gaf ons daarvoor woorden mee, voor onderweg. De woorden die we nu laten klinken. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We mogen ontvangen de zegen van de Heer. De Heer zegene jullie en behoede jullie. De Heer laat zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over jullie en geeft jullie vrede. Amen. We hebben nog twee liturgische groeten te gaan als het goed is. En daarna treden we ook als gemeenschap weer uit de lockdown en komen we tevoorschijn. De laatste zondag van juni is normaal gereserveerd voor de zogenaamde slotzondag, maar dit keer zal het gaan om een heuse startsondag. We gaan weer van start. De lockdown hebben we niet ervaren als een sabbat die ons goed doet. Het was een uh, gedwongen rust die uh, uh, ja, ziekte ons bezorgd heeft, niet het mooie leven zelf. Maar we zullen de, de goede aarde weer kunnen proeven en de aarde met elkaar kunnen plukken en rapen. We hopen elkaar in levende lijven te kunnen begroeten op de laatste zondag van juni. En als voorproefje krijgen u we weer beelden te zien van de beelden van de drone. Oké, okay, geniet ervan. Ik wens jullie een gezegende zondag en een goede week.